Deutsch, er is een factuurknop van 750 frank voor Mark. Voor het oppompen van een achterband. Zet je niet verlegen. 750 frank voor een beetje lucht. Pardon? En de werkuren? En slijtage op mijn pompje? Kunt jij dan nooit iets zomaar doen? Gewoon om je vrienden te plezieren? Nee. En daarbij, die potterstampers, dat zijn mijn vrienden niet, hè? En wiens schuld zou dat kunnen zijn? Ah, wel, de kampioen. Och, ja, ja. Ja, ja, ja. Als ik u was, dan zou ik maar oppassen. Want de kampioenen die gaan uw uitzuigerij niet blijven verdragen, hè? Plat die platbroeken maar komen, hè? En daarbij, wat zouden die me kunnen doen? Radio Hallo Nieuws. In de Stationsstraat heeft een man zijn buren neergeschoten en met messteken bewerkt. Naar verluid hadden zij al jaren ruzie. Bij zijn arrestatie verklaarde de dader dat hij de pesterijen van zijn buurman niet meer kon verdragen. Tot zover dit bericht. Maar in de Stationsstraat, zeg. Iemand neerschieten voor een paar flauw grapjes? Past jij maar op met al uw flauw grapjes. Allee, zoiets hadden de kampioenen toch niet doen, zeg. Zo'n goeie vrienden. Tja, 5 minuten geleden dacht je daar wel helemaal anders over. Ja, maar heb jij dat verkeerd verstaan, hè, Doortje? Ik kom toch goed overeen met de kampioenen? Ah ja? Met wie? Ah, wel, met u? Maar jij hebt toch geen problemen met mij? Nee, zeker. Jij betaalt mij al 5 jaar een hongerloon. Ah wel, je krijgt opslag. 2 frank zeker. Ik ken dat. Twee frank? Wie denk je wel dat ik ben? Ik krijg je 2,5 frank. Ah, het is de geste die telt zeker. Vriendschap is toch iets schoons, hè? Oh, Pascalke! Je hebt de porto om te bekomen! Zeg, nu hebben wij wat meegemaakt, zeg. Van die joker, heb je de spook gezien? Ja, vanmorgen toen dat ik naast u wakker werd. Ja. Wat is er gebeurd? Ja. Ik was hier buiten aan het wandelen met mijn poeleke, hè? En ineens... Vertel, kom. En ineens werd mijn poeleke en ik aangevallen door zo'n rat. Een rat? Zeg, zo'n vies beest. Dat vies beest dat mijn lieve schattenbout bijna levend opgebeuzeld. Als er maar geen drama aan overhoudt. Ja, misschien dat die rat dan hier ook een soortgenoot was. Zeg, Boosdokske, wil jij wel eens stoppen met mijn poeleke te beledigen? Mannetjes, ik durf hier niet meer buiten komen. Stel u voor dat dat beest mij aanvalt. Maar ja, Pascal, je moet toch geen schrik hebben van een ratje. Als je wilt, zal ik u mijn lijfelijke bescherming aanbieden. Oh. Ik zeg, jij moet ervoor zorgen dat dat beest hier direct weggaat. Ik? Ja, en jij moet hem helpen. En Balthazar, alleen toe, Balthazar. Alleen toe, doe het dan voor allee, mij. Pak het op mijn spel. Balthazar, alsjeblieft. Dat kan ik, het is goed. Ik zal die rat vangen. Ja. Alleen voor u. Hè. Allee, kom, even op. Merci, Balthazar. Dat is heel moedig van u. En ik zal dat nooit vergeten. Ja, maak, het is een rat, hè. Geen krokodil. Zeg, ja. Wij zullen ook wel een handje toesteken. En Mark? Ik. Allee, Bo, dat is dan geregeld, hè? Mannen, op de goede vangst, hè? Schop. Kom. Mannen, niks zeggen tegen Doortje, want anders mag Billy 3 maanden niet meer buiten komen. Ja. Doortje, al gedaan met werken? Ja, ik mocht van Dimitri zomaar een kwartier koffiepauze nemen. Oh. Doortje, Dimitri heeft u dat zomaar gegeven? Ja, die wil zijn leven beteren. Doortje, wil jij nu alsjeblieft... De wonderen zijn de wereld nog niet uit, hè? Doortje, wil jij nu alsjeblieft de deur dicht doen? Zo? Dank u. Ja, er zit daar een rare tocht. Dag, beste vrienden. Oh, Dimitri, wat heb jij hier verloren? Ah, ik kom Pascal Ars garnieren smeren. Ja, dat zal iets van doen zijn, zeker, hè? Pardon? Zal ik dat wel doen? Ja, dat zal niet nodig zijn. Ben je de thee loopt alles gesmeerd. Zie, en deze servies is een speciaalke van de zaak, hè? Het is helemaal gratis.
Amai, ja, die meent dat precies. Ja, wat heb ik gezegd? Ja, die heeft zeker een koffer op zijn ketel gekregen. Ja. Ik denk dat het tijd is om eens goed te profiteren. Maar nee, dan is het binnenkort weer al aan bras. Ik wil dat gedaan is met al die ruzies. Allee, wat wil ons tante Nonneke dan wel? Morgen is het de naamdag van de heilige Dimitri. En zo heilig ziet die hoofdbewoner er ook niet uit. Hè? De paus moet ook een serieus stukje zijn voeten gehad hebben om die een heilig te verklaren. Ja. Ja, dat is de patroonheilige van de zwartwerkers. Maar luister eens, luister, ik had gedacht van Dimitri te verrassen met een geschenk en een taart. Oh, hè? Nee. Is dat zoveel gevraagd? In de grond valt Dimitri best mee. In de grond wel, ja. Ja. Doortje, ik vind dat een schitterend initiatief. Ja, maar waarmee kun je nu iemand als DDT een plezier doen? Een groot spaarvarken om zijn zwart geld in te steken. Ja, of we betalen hem een facelift, dan moeten we niet meer op die lelijke smoel zitten zien. Laat de vrouwen zich maar wat met DDT bezighouden. Wij hebben belangrijker zaken aan ons hoofd, hè, mannen? Ja, zoals? Jij weet dat nog niet. Er zit hier een geweldig grote ratelrups. Ja, er zit een ratelrups op het veld. En die zal ons gras aan het opeten, hè, Xavier? Ja, ratelrups. Ah, wij moeten nu die rups proberen te vangen. Want anders dan is binnen de kortste keren heel ons veld opgegeten. Ja. Oh, zit er nu al een rups ook? En hoe gaan we die zaak nu aanpakken, mannen? Ah, we knallen dat ongedierte gewoon neer, mijn gedacht. En kunt jij een beetje knallen, voorzitter? Ja, kameraad. Zo nog een aardig uittrekken. Als je ziet wat voor een scherpschutter dat ik ben. Dat is toch veel te gevaarlijk? Lap. Mieke Vogels heeft weer schrik. Als er iets fout loopt? Dan kan er nu fout lopen. Eer raakt schot hem. Ja, en die zien we nooit meer terug. En de mensen zullen blij zijn dat ze van dat mormel verlost zijn. Je gaat dat vuilste ongedierte toch niet vergelijken met de mensen. Ik blijf het onverantwoord vinden. Er zijn andere manieren om dat probleem op te lossen. Ja, Popol, het wordt tijd dat jij een beetje meer bad wordt, hè? Ja. Allee, kom aan, mannen. Het laatste uur voor de vijand heeft geslagen. Ingerukt. Alles. Het is niet waar, hè? Moest ik eraan wennen dat ik jou heel anders zag. Zeg Doortje. Ja, wacht, ik ben bezig. Wat scheelt er? Scheelen? Niks, niks, niks. Niks. Wat er is, want anders laat je mij toch niet gerust. Die kampioenen, hè? Die zijn iets van plan met mij, hè? Hoe? Jij weet daarvan? Ik heb zoiets opgevangen. Oh, maar jij mocht dat nog niet weten. Oh, maar dat is niet erg, Doortje. Voor wanneer is het? Dat mag ik nog niet zeggen, anders is het geen verrassing meer, hè? Oh. Ja, maar dat geeft niet, hè? Ja, maar niks van. Wij moeten trouwens nog eens samenkomen om verder af te spreken. Doortje, als je maar weet dat ik altijd goede bedoelingen gehad heb, hè? Wij ook, Dimitri, wij ook. Maar nu moet ik Bieleke gaan halen. Doortje, kun je me nu echt geen tip geven? Allee, vooruit dan. Het heeft iets met heiligen te maken. Zet je nu content? Daar. Die willen mij naar de nevel sturen. En Markje, ziet je iets? Ah ja, daar, in de verte staat meneer Boma. Je moet daar aan de andere kant doorkijken en kieken. Huh? En Markje, ziet je nu iets? Ah ja, de Xavier, hier vlakbij. Ah, hier zijn mijn manschappen, zie. Kijk. Kom, heeft er weer maar aan bij. Zal er een schrap kochten met de bijbaar? Nee, voorzitter. Dat is veel te gevaarlijk. Ik zal het u uitleggen. Zeg, hey, ik ben geen klein kleuter kunnen meer, hè? Xavier, als voorzitter beveel ik u, geef af dat wapen. Mijn vinger. Voorzitter, Xavier heeft gelijk. Dat is veel te gevaarlijk. Bemoei er niet mee, schoolmeester. Ja, daar, de rat. Waar? Het is die waar, hè?
vermoorden. Oh, dat kan toch niet? Ze schieten op mij. En jij zit mee, het complot. Ik... Dimitri, nu zit gaan fantaseren, hè. Waarom zouden de kampioenen u willen vermoorden? Dat moet ik nog uitzoeken. Klasse, ik wil ze wel vermoorden in de infrastructuur. Ah, oh, Dimitri, je leeft nog. Trap het af, moordenaars. Ja, ik heb gezien dat het te gevaarlijk was, hè. Ja, niet overdrijven, hè, kameraad. Als Gavier had dat geweer niet getrokken, dan had ik nooit gemist. Maar... Ziet je? Ze bekennen het. Kom, bel naar de politie. Maar, wacht. Paul, waarom wordt er geschoten op het veld? Nee, nee, niet op het veld. Op die brieren. Tol. Rups. Ja, rattel, rups. We schieten op een rups. Een rattel, rups. Zo'n beest ben gedacht. Serieus? Dat moet je niet geloven. Die mannen die willen mij dood. Maar nee, nonkel. Mannen, kom, geen geweren meer, hè. Verstaan? Brokkakker. Zeg maar, waarom proberen we het eens niet met vergiftigde appelen? Ja, ik kan in het leger aan een heel sterk rattenvergif geraken. Maar rattenvergif voor een rups, hè? Ja, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, hè. Mannen, kap. Ja. Dimitri, het was maar voor een rups. Allee, dank Dimitri. Maar sorry, hè. Ja. Markje. Ja. We zullen in het volk voorzichtiger zijn. Marilyn voelde Roberts ogen over haar lichaam glijden. Ze nam een slok van haar Dom Pérignon. Vanavond zou ze zich aan hem geven. Dat voelde ze. De passie laaide op in haar hart. Nog wat caviar, lieveling, vroeg Robert, terwijl de vlammen van het haardvuur de diamanten in zijn Cartier-horloge deden fonkelen. Wat jij dat daar een beestje toch allemaal aandoet, hè? Ja, dat maakt deel uit van zijn therapie. En daarbij, mijn arm Dutske heeft nog altijd nachtmerries van die rat. En daar helpen die boekjes tegen, zeker? Ja, die boekjes zijn positief, rustgevend en ontspannend. En daarbij, ik lees dat graag. Ja, dan kun je misschien eens voorlezen aan Dimitri. Oh ja, waarom? Zoals die zich voor ons uitslooft de laatste tijd. Ons wc vermaken, de volière bouwen en allemaal gratis voor niks. Ik begin mij al een beetje schuldig te voelen. Ja, eigenlijk heb je toch wel een beetje gelijk. Is er nog wat parelhoen met appelmoes over? Nee, wel kieken met appelspijs. Oh, leuk. Zeg, je kunt weer fotocopiëren, hè? Ha? En gratis. Dat is heel lief, Dimitrieke. Zeker dat we u niet moeten betalen? Nee, dat is een vriendendienst, hè? Oh. Ja, en de kampioenen, dat zijn echte vrienden. Dat weet je toch, hè? Ja. Ja, Dimitri, dat weten we. En daarom hebben we eraan gedacht voor u een speciaal geste te doen. Ah, gaat je toch betalen? Nee, we willen u niet beledigen. Maar dat is chic van u. Nee, maar je moet eens proeven van Carmen haar grote specialiteit. Kip. Parelhoen. Ja, met appelmoes en kroketten. Ja, ik heb daar nog de regionale keukenwedstrijd van de Boerinnenbond mee gewonnen. Zet u. Allee. Als dat echt zo lekker is. Ja. Zo zie. Hola. En laat het u smaken, hè. Mooi. Het ruikt lekker, hè. Wat heb ik u gezegd? En? Wat vind je ervan? Dat is lekker. Ja. Wat staat dat vergif daar te doen? Ah, ja. Dat is natuurlijk voor op de appelen. Dat alles wat ik voor u gedaan heb. Allee, Dimitri, zou je het lekker gaat van uw leven niet meer eten? Ach, je bekend. Doortje, je moet mij redden. Voilà, dat is dan geregeld, hè. Maar jij bakt de taart en ik op de cadeau. Ja. Zeg, ik denk nu wel dat Dimitri al iets vermoedt. Hij probeerde mij vanochtend uit te horen over ons plan. Hey. Ja. En je hebt toch niks verklapt? Tuurlijk niet. Ik heb hem een kleine tip gegeven, maar ik denk niet dat hem er wijzer van is geworden. Goed zo, anders is de lol er helemaal af. Ik kan niet wachten om zijn gezicht te zien. Eigenlijk hadden wij dat al veel eerder moeten doen. Maar Dimitri gaf ons de kans niet, hè? Ja, nee. Beter laat dan nooit. Die willen mij allemaal dood. Hallo, met de politie.
Dimitri de Trimmer, ze willen mij vermoorden. Nee, niet mijn klanten, de kampioenen. Dat kan daar zeker. Hoe dat ik dat weet? Omdat ze op mij schieten en mij proberen te vergiftigen met appelmoes. Hoe ze snel arresteren. Hoe, je kunt niks doen totdat ze mij vermoord hebben. Gaat het, Dimitri? Doortje. Jij bent precies zo zenuwachtig. Zenuwachtig? Helemaal niet zenuwachtig. Je moet dringend ontspannen. Maar daar zullen wij morgen wel voor zorgen. Doortje! Kunt je daar niet mee stoppen? Ik zie je zo tegenop. Gaat je nu weer beginnen? Alles is al geregeld, het moet doorgaan. Als ik eens 50 frank opslag geef per uur, gaat je daar nog mee door? En of? Dan zou je het nog meer verdienen? Ha. Het wordt een van de schoonste dagen van uw leven, Dimitri. Het is maar een schoon op, natuurlijk. Hè. Maar wat heb ik de kampioenen toch misdaan? Niks. Dat is gewoon onze manier om vriendelijk voor u te zijn. Ja, maar ik heb liever een andere manier om vriendelijk te zijn. Zeg, als je er zo tegenop ziet, dan moet je maar even op je tanden bijten. Hè. Het zou rapper gepasseerd zijn dan dat je denkt. Doortje! Ik ben nog zo jong. Morgen gaat een nieuwe wereld voor u open. Jij gaat veel gelukkiger zijn dan daarvoor. En de kampioenen ook. Zijn je nu gerustgesteld? Tot morgen. Slaap wel. O ja. Trek morgen iets feestelijks aan, hè? Zo'n wit hemd, een mooie das, dat staat deftig. Welterusten. Ik wil mij direct afleggen. Bieke, hoe zit het nu met de heilige Dimitri? Ah, wel heel goed. We gaan hem straks vieren. En uw rat, heb je die al gevangen? Oh, ik heb vanmorgen al die vergiftigde appelen op het veld gelegd en... Binnen de kortste keren is die rat zo dood als een pieren. Zolang het alleen bij die rat blijft, is alles oké. Okay. Maar... Zeg, mannetjes, moet je nu eens wat weten? Er heeft iemand, ik weet niet hoeveel appelen op het veld gelegd. Ja, en ze zien er nog lekker uit ook. Okay. Maar niet doen! Die appels zijn vergiftigd. Amai, zeg. Hoog, dat was op Nieperke. En welke onnozelaar heeft dat gedaan? Wacht jij toch eens, Xavier? Xavier, zijn jij nu echt op uw kop gevallen? Maar dat was niet voor u bedoeld, hè. Dat was om die rat te pakken te krijgen. Ja, dat zal wel. Ja. Het is te gevaarlijk, Xavier. Stel maar eens dat Billieke zo'n appel zou opgegeten hebben. Ja, of ik. Ja, Xavier, vind maar iets anders uit, hè. Bon, dan verklaar ik vanaf nu de totale oorlog aan de rat. Kom aan, mannen. Wat gaan we dan doen, Xavier? Wij gaan die rat opblazen met dynamiet. Oh, nee, en heel de boel hier in de lucht laten vliegen, zeker? Nee, merci. Je moet je geen zorgen maken, Pascalke. Een ervaren sergeant zoals ik weet wat hem doet. Arie. Dimitri! Joe! Dimitri! Allee, waar is die een bos aan? Want ik ben niet van plan mijn tijd hier te verliezen. Hè? Zeg, Carmen, voor die dingen moet je juist uw tijd nemen. Ja. Anders heeft Dimitri er ook niet veel aan. Die gaat echt in de zevende hemel zijn als die weet waarvoor dat wij komen. Van mijn mond, laat me gerust. Wil je mijn arm tutske wel eens gerust laten? Een stuk schoer aan oeder. Dimitri, wat doet jij daar? Laat me gerust. Voel mij goed. Oh, hij is dat dus precies ook goed gezind. Ja. Allee, Dimitri, kom dan onder die auto, dat we kunnen aan beginnen. Ja, jij weer liggen. Kom, godverdekken van onder die auto. Ik niks doen, hè. Spaar me, ik ben nog veel te jong. Het is overspannen. Compleet zot, ja. Wij zijn hier gewoon... Moet dat maar niet weten. Maak dat gewicht op. Doortje, kom. Dimitri. Hier, dat is voor u. Wat is dat? Ja, zijn jij blind? Een cadeau natuurlijk. Wat zit daarin? Doe het open en dan zult het weten, hè, Dimitri. Moet je dat nu aan mij geven? Kom dan hier wachten. Maar wij vieren vandaag de heilige Dimitri. Ja. De heilig. Een schoon papierken, hè? Terwijl het liever nog wat staan om naar te kijken. Zeg, allee, begint dan hiermee, zeg. Allee. Wat zit hierin? Appeltaart, zelf gebakken. Allee, gaat je er nog aan beginnen? Alleen al die moeite die we voor u gedaan hebben. Dat is niet nodig. Ja. Doe iets open, of zal u mijn beste dag niet zijn, hè? Ja.
wat? Voorzitter, hij steekt de dynamiet aan. Vooruit, mannen. Op de grond. Alleen vooruit, mannen. Op de grond. Dynamiet. Hé, baas! Voilà! Daar zitten de moordenaars. Stuur ze de bak in. Moordenaars? Jij vangt zeker een onkel. Meneer de Tremery beweert dat je verschillende aanslagen op zijn leven hebt gepleegd. Maar dat is niet waar. Ah, oh, nee, zeker. Kunt u hier blijven, meneer Boma? De zaak lijkt me nogal ernstig. Ja, maar voor mij ook mijn gedacht. Ja. Hier blijven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè. Meneer de agent, het is allemaal een misverstand. Wij zijn hier om dat te onderzoeken. Maar van, zeg, zien wij er nu uit als moordenaars? Ja. Balthazar, zeg jij nu toch ook eens iets? Sorry, er is precedent. De meneer verklaart dat de kampioen meerdere pogingen tot moord tegen zijn persoon hebben ondernomen. Wat? Ik zal obstructies vermoorden. Zeer op de leugenaar. Hoort je nu? Ze bekend is. Wij hebben Dimitri niks misdaan. Ja, een beetje beschoten en per ongeluk toen op dat groep. Ja, maar dat was niet mee opzet. Dat was om die rat dood te maken. Ja. Rat? Waarom heb je mij daar niks van gezegd, Paul? Omdat we niet wilden dat je zorgen zou maken. Maar dan moest ze dat billige kunnen doodbijten. Waarom zegt je daar dan niets van? Omdat ik wist dat jij ging overdrijven. Wat was je nu aan het doen? Ja, als we ons met de hoofdzaak kunnen bezighouden. U beweert dus dat u een rat heeft willen doodmaken? Ja, mijn vader, dat geloof je toch zelf niet? Allee, waar is dat beest dan? Mark. Ja, allee. Dat kan niet. Ja, dat is inderdaad een dode rat. Maar of het nu echt nodig is om daarop te schieten en met dynamiet naar te gooien. Ja, maar we zullen dat nooit meer doen, meneer. Ja, meneer de Tremery, deze zaak lijkt opgelost. Ja, maar het moordcomplot van de vrouwen dan? Oh, doe daar dan al eens iets voor, hè? Vuile Pinocchio. Ja, wij wilden gewoon Dimitri's naamdag vieren. Ja. En een geschenk voor hem kopen en een taart voor hem bakken. Mee, vergiftigde appels. Oh. En dat cadeau was een bom. Oh, rustig. Ik heb het zelf voor een tikken, hè? Ja, dat was het omdat het een wekker was, slimmeke. Ja. Ja, kijk, zie je. Dat was precies een schone, hè? Amai, de schoonste die we konden vinden. Meneer de Tremery, het ziet er naar uit dat je vergist hebt. Ja, maar geef toe als je in mijn plaats zou geweest zijn. Allee, dat is dan opgelost, hoop ik. Oh, zei je. Het is te laat. Ja, vrienden, sorry voor de last en bedankt voor de schone gesten, hè. Je gaat me toch een nieuwe wekker kopen, hè. Je hebt uw kans gekregen, hè? Zeg! Meneer de Tremery. Ah ja, bedankt dat je zijn langsgekomen. Ik zal hem niet meer nodig hebben. Ja. De Tremery. Is dat met één of met twee M'en? Met twee M'en. Waarom? Omdat u dat geld gaat kosten, beste vriend. Het is niet waar.